verliefden in de Heer. Ook al onze broeders en zusters, waar we zich mogen bevinden. Alle geïnteresseerden die niet de vergaderingen kunnen bezoeken. Ik wens u allen een gezegende Sabbat toe. Vanmorgen willen wij onszelf op de toets stellen. Dat wij beproefd zijn, dat is één. Maar nog belangrijker dan alle dingen is, dat ons geloof wordt op de proef gesteld. Daarom heb ik ook het onderwerp vanmorgen getiteld, en zie, ik sta aan de deur en ik klop. In de afgelopen dagen werd de mensheid met zoveel berichten, nieuws, meningen over het een of ander gebeurtenis, namelijk een van de gevaarlijkste virussen, het coronavirus, COVID-19. En de mens is nu in een soort angst. Menigeen hebben de kluts kwijtgeraakt. Je gewone patroon van het leven is niet meer zoals het was. Maar dan zien wij wat zo'n virus kan veroorzaken. En zeker zien wij dat niet zo veel jaren terug zijn een paar gebeurtenissen die de hele wereld heeft veranderd. Waaronder onder andere die twee vliegtuigen die de Torenstraat in New York hadden doorboord. Mijn geliefde, waar gaan we naartoe? Een economische crisis, 2008. De hele wereld is veranderd. Wat is eigenlijk zekerheid? Waar vinden wij de rust terug? En wanneer wij deze dingen zien, dan zal oplopen naar een climax. Waar chaos is, daar ontstaat paniek. En waar paniek ontstaat, weten velen niet meer de weg te vinden. De mens valt dicht. De mens staat dan voor niets meer open. En ook niet voor de signalen die van buitenaf komen. Laat staan dat de mens op den duur, we zijn nauwelijks dat ze Gods stem gaan horen. Zo belandt de mens vandaag in een gevaarlijke zone. En dit is precies wat de vijand wil. De vijand kweekt chaos. Want daarin kan hij het beste werken. Je hebt nauwelijks tijd om na te denken, om te overdenken. En dan ontstaat, wat betekent dat woord paniek? Paniek ontstaat heel eenvoudig, het is heel simpel. Je hoeft niet veel te doen. En een heel drukke straat. Iedereen is heen en weer aan het lopen. Wat gebeurt er als jij plotseling begint te rennen? Dan begint iedereen haastig ook te rennen. Die denken, er is iets gebeurd. Mijn geliefde, je gaat niet eens meer normaal denken. Je ziet en je treedt in actie. Na actie krijg je na een soort reactie weer. Mijn geliefde, het woord van God, kunnen wij zo'n aanval met elkaar lezen. In het bijzonder wanneer wij steeds meer beseffen waar zelfs de wereld vaker over praat, namelijk, is dit
daadwerkelijk het einde van de wereld? Kom, laat ons samen komen om te bidden. Laten wij ons verenigen. Laten wij ons klaarmaken, want deze wereld vergaat. Mijn geliefde, dit is een paniekreactie. Want over een tijd zakt dit weer weg. Praktisch alles zal lijken dat het weer op een normale stand gaat. En zo zal ook de mens die eens in paniek is geraakt, opnieuw in zijn gerust gemoedstoestand terechtkomen. Even een opwerking. Ach, dit gaat ook wel een keertje voorbij. Toch? Waar vinden wij dit gevaarlijke situatie in de Bijbel? Mijn lieve mensen, in de Bijbel staan enige voorspelde gebeurtenissen die langzaam, toch letterlijk, steeds meer in vervulling gaan. Ik maak een sprong namelijk naar het boek, namelijk de Openbaring. Helaas, zelfs voordat je naar de eerste hoofdstuk gaat, dan merk je al een verwarring. Waar ligt dat in? Daarboven bij mij staat geschreven, en bij verschillende Bijbels staat er daarboven als een subtitel, de Openbaring van Johannes. Hier zien wij reeds een verwarring. Want, ja, zie je wel, de Bijbel is geschreven door de mensen. Maar als wij de Bijbel ter hand houden, als wij Openbaring hoofdstuk 1 voor ons nemen, dan zien wij dat de waarheid wordt daar geopenbaard. Namelijk Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus met andere woorden, zien wij hier dat God tot ons wil spreken. En hij gebruikt zijn dienstknecht om dat woord door te geven. Wat is de ware bedoeling van deze openbaring? Laat God zomaar, of zoals je vaak hoort, toevallig iets gebeuren? God is veel te wijs om zijn kinderen, die al met in een zwakke toestand verkeren door de zonde, om zijn kinderen voor verrassingen te laten komen. Mijn geliefde, als wij dat moeten ervaren in ons leven, dan vinden wij het niet leuk. God had mij toch kunnen waarschuwen voor dit, voor dat. En zo zien wij dat de vijand probeert chaos te creëren. Maar God biedt, let op, God biedt zijn volk, zijn kinderen, altijd eerst licht. En laat de keuze aan hem of haar zelf om. Want hij heeft ons gegeven een vrije wil. Laten we met elkaar lezen wat er staat geschreven in Amos 3, daarvan vers 7. Amos 3, daarvan vers 7. Hier staat dan geschreven, voorzeker, dus je kan er zeker van zijn, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn verborgenheid heeft openbaard aan zijn dienaren, de profeten. Hoe wonderlijk is God? Waarom is hij God? Omdat hij alwetend is. Voordat iets gebeurt, hij weet wat er gaat gebeuren. En hij heeft ons zoveel lief, dat hij ons vooruit wil waarschuwen, wil inlichten, zodat wij niet van hier en daar geslingerd zullen worden. En door deze Bijbeltekst
kan ik niet zeggen. Heb ik rust? Daarom wil God dat wij meer zijn woord onderzoeken. Zodat wij hem leren kennen. Zodat wij zijn stem leren kennen. Dus wanneer wij in het profetisch boek de Openbaring ingaan, dan staat daarin informatie die van belang is voor zijn volk, voor zijn kinderen, om te weten hoe laat is het. Waar staan wij vandaag? Hoe ver is de geschiedenis? Komt Jezus werkelijk spoedig terug? Mijn geliefde, God geeft ons inlichtingen voordat iets zich voordoet. In de hoofdstukken van Openbaringen, hoofdstuk 2 en 3, is er sprake van 7 gemeenten. Het werk zijn ook 7 perioden waarin deze 7 gemeenten plaats hebben gevonden. De laatste, daar nemen wij in. Maar nu maak ik met u een diepe sprong. Waarom? Anders zijn wij een hele week hiermee bezig, dat is niet de bedoeling. Maar voor degenen die geïnteresseerd zijn, die meer willen weten, die kunnen op de website, daar kunnen ze contact met ons opnemen, of via de e-mail, of via de telefoonnummer. Mijn geliefden, we gaan naar Openbaring hoofdstuk 3, want wij leven in de tijd van de laatste gemeente. Oftewel, ja, Gods laatste gemeente. En als wij ons Bijbel daar openslaan, zien wij daarboven staan, tenminste dat staat bij mij, nog koud, nog heet. Nou, dat is nu kenmerkend van Laodicea. Nog koud, nog heet. In vers 4, daar begint de laatste gemeente. Bij vers 4, vers 14. Ja. Daar begint de laatste gemeente van Laodicea. Het vertelt ons hier en schrijft van de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt wie? De Amen, de getrouw en de waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Hier staat iemand die heel veel belangstelling in uw persoonlijk heeft. En bijzonder zijn gemeente die hij zo lief heeft. Alleen, er is een probleem ontstaan. Namelijk, dat zijn gemeente, zijn gelovige kinderen, die zijn in een toestand beland die niet goed te keuren is. En dat openbaart hij hier in vers 15. En dan zegt hij ook, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en ook niet heet bent. Was u maar koud of heet? Dus dat is het probleem met Gods laatste gemeente. En dan zegt hij verder, want God laat het niet daarbij. Hij geeft zijn gemeente van tevoren, maakt hij hem bekend, wat er gaande is. Namelijk in vers 16 en 17 zegt hij, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuren. Dus dat als we in die toestand blijven van nog koud, nog heet, dus een lauwe toestand, zal hij ons uit zijn mond schuwen. En dan zegt hij dan ook, want u zegt, ik ben rijk. En steeds rijker geworden. En ik heb aan niets gebrek.
Maar wat is de werkelijke constatering hier? Maar u weet niet dat juist dat u een ellendig bent, beklagenswaardig bent, dat u arm bent, dat u blind en naakt bent. Mijn geliefden, daar worden waarheid geopenbaard van 9 gemeenten Laodicea. Dus dat betekent, we kunnen niet zo trots zijn zoals wij denken, we zijn de laatste gemeente. Er is een probleem hier geconstateerd, en vandaar dat de Heer Jezus wil ons daaruit helpen. Vandaar dat Hij de gemeente een goede raad geeft. En daarom nodigt Hij de gemeente hier in vers 18 uit. Ik raad u aan dat u van mij koopt goud, gelouterd door het vuur, omdat u rijk wordt. Zoals we weten, een groter, diepere onderzoek kunnen wij vinden door een Bijbelstudie. Maar hier wordt puur bedoeld dat zuiveren. Wat was zuiver in het begin? De waarheid Gods was zo zuiver. En dat is wat de Heer ons raadt om dat terug te kopen, om dat te winnen. En dan zegt hij daar in de volgende deel van deze vers 18. En koop ook wat? Witte kleren. Witte kleren. Heb ik dat nodig? Deze witte kleren is symbool over Christus en zijn gerechtigheid. Mijn geliefde. Waarom? Door de zonde staan wij naakt voor God, beladen met schuld, en Christus wil ons bedekken wanneer wij hem willen aannemen. En daarom zegt hij dan ook: koop deze witte kleren van mij, koop mijn gerechtigheid, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard wordt. Alleen, dat is nog steeds niet genoeg. Want de vijand, die is zo sluw. En daarom geeft de Heer hier nog een raad aan. Koop van mij ook ogen zalf. Zodat je je ogen kan zalven daarmee. Leer deze ogen zalf staat hier als symbool voor de Heilige Geest. Mijn geliefde. Ik kan lezen, maar als ik het verstaan is iets anders. Ik heb die hulp nodig, omdat het woord is geestelijk. En ik heb die hulp nodig van God om mij te helpen om het te begrijpen. En daartoe heeft hij zijn Heilige Geest geschonken. Soms lijkt Gods raad pijnlijk. Maar dit is niet dat hij ons niet zo lief heeft. Integendeel, het is, wij zijn zo vaak koppig. We willen vaak ons eigen weg gaan. We willen onze eigen ding doen. En daarom zegt hij hier in vers 19: een ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. En daarom geeft hij ons weer een goede raad. Wees dan ijverig en begeerd. Verlaat de verkeerde weg. Wanneer wij met Christus zijn, dan willen wij in dat licht blijven. We hebben die vreugde, die blijdschap, die rust hier binnen. Maar wanneer wij langzamerhand Gods hand loslaten, dan zien wij dat de vijand die wil ons grijpen, mijn geliefde. Gods kinderen hadden al lang kunnen weten dat God diende had niet van een leien dakje af. Wij moeten steeds gecorrigeerd worden. Wij moeten steeds gaan begrijpen. Nee, die weg leidt mij niet tot het leven. En daarom komt Hij persoonlijk tot u. Zoals we net hebben gezongen. Hij komt door de deur van onze hart.
En dat staat hier beschreven in vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Belangrijk is dat wij ons hart willen openstellen dat Jezus kan binnenkomen. En Johannes vertelt je ook, ik wil bij je binnenkomen, maar ik neem nog iemand mee. Ik neem mijn vader mee, want die wil ook bij je in je hart worden. Vaak horen wij het als iemand zegt, ja, volgende week kom ik bij jou langs. Nou, hij zegt het, ja, hij komt langs. Dus in feite, ik hoef niet thuis te blijven, want hij zegt, hij komt langs. Bij de liefde. Als je langskomt, dan hebben we toch geen contact. Je hoeft niet per se op jou te wachten en je komt langs. Maar mijn geliefden, Jezus zegt, ik wil woning maken in jou. Weet je wat dat betekent? Als je eenmaal met deze Jezus in je leven meegaat, dan wil je niet anders. Want je wil niet dat hij weggaat. Het is een heerlijkheid, een rust, want hij heeft ons zo lief. En deze liefde openbaart hij ook opnieuw aan zijn laatste gemeente. Bekering is noodzakelijk, want wij zijn afgeweken, wij laten zijn hand los. En dat is het probleem van deze Laodicea, waar het ons duidelijk maakt dat we kennen God en we kennen God toch niet. In deze laatste gemeentes zien wij dat toen het was begonnen met de gemeente in Efeze, ze waren nog vurig van de liefde. Ze waren pas van de Heere gescheiden, want Jezus was opgevaren, maar zijn geest hield de liefde verbonden. De eenheid was daar. En zoals het gebeurt, dat er niks nieuws is onder de zon, met de ene gemeente naar de andere, zien wij dat ook in de laatste gemeente, dat deze ook langzamerhand van God is afgeweken. Mijn geloof. Er zijn studies hierover, dus dat betekent dat wij een beetje daarin kunnen verdiepen. Maar in feite, het zijn geen 7 verschillende gemeentes. Het is niet gemeente Efeze, ja, dat was 1, Pergamus was 1, Sardis is 1. Nee, dat is 1 en hetzelfde gemeente. Waaruit blijkt dat? De gemeente gaat bloeien, komen vele mensen en op den duur zien wij dat er wordt zoetjes aan water bij de wijn gedaan. Dus de geloofsprincipes, de basis waaruit deze gemeente is ontstaan, zien wij een beetje aan het vervlakken. En op den duur zie je, hou je een handjevol mensen over. En dit wordt steeds genoemd het overblijfsel. En deze gaan trouw verder met de basisprincipes. En zo vind je ook in deze laatste 7e gemeente, waar men soms zegt, nou, jullie van de reformatie, jullie zijn van de 8e gemeente, maar dat staat er niet. Nou, dat klopt. Maar ik kan wel een bewijs leveren. En dat staat geschreven in Openbaring 12. Maar ik hoef mezelf niet te verdedigen. Ik laat de Bijbel zelf spreken daarover. Hier zegt het ons in Openbaring hoofdstuk 12, daarvan vers 17. En de draak, het welk staat voor symbool voor Satan, dat kun je terugvinden in Openbaring 12, vers 9. En de draak werd wat? Boos, toornig op de vrouw
werk ook symbool staan voor de gemeente. Ja. Maar wat gebeurt nu? De draak ging verder nu, zegt de Bijbel hier, en ging heen om oorlog, krijg te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Mijn geliefden, wat een openbaring hier. Er is geen sprake van een aksegemeente, er is sprake van een overblijfsel. En wat zijn de kenmerken namelijk van deze laatste gemeente? Het zegt ons hier, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat zijn twee belangrijke kenmerken, mijn geliefden. Hier begrijpen wij dat Satan maakt zich heel woedend, zoals er staat geschreven in 1 Petrus 5 vers 8. En Satan zal als een briesende leeuw rondgaan en proberen de gemeente te vernietigen. Mijn geliefden, een gewaarschuwd man telt voor twee. We zijn gewaarschuwd. We zullen het niet gemakkelijk hebben, maar Christus biedt ons de uitweg. Deze laatste gemeente voldoet aan de twee kenmerken, namelijk, zij houdt de tien geboden van God en ze hebben ook het getuigenis van Jezus Christus. En dan wilt u mij afvragen, ja, maar wat is dan de getuigenis van Jezus Christus? Ik hoef niet ver te zoeken. Ik hoef maar een paar bladzijden verder om te slaan, namelijk in Openbaring 19, daarvan vers 10. Hier verklaart de Heilige Schrift zichzelf. De geliefde apostel Johannes was zo onder de indruk van al die openbaringen dat hij geneigd was om zijn begeleidende engel te gaan aanbidden. Maar hij werd gewaarschuwd om dit niet te doen. Want de engel zegt, ik ben ook een boodschapper. Ik ben ook een broer. Van ja, ik ben niets meer en ook niets minder. Laten we lezen wat er staat daar in Openbaring hoofdstuk 12, daarvan vers 17. Pardon. Openbaring 19, vers 10, daar waren we gebleven, ja. Er staat geschreven, en ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Hier komt dat woord weer terug. Het getuigenis van Jezus Christus. Mijn geliefde. Interessant is, nu een verwijzing terug, we hebben het net gelezen in Openbaring 12 vers 17, staat precies hetzelfde, dat deze getuigenis van Jezus Christus wordt hier duidelijk gemaakt, wat wordt daarmee precies bedoeld. Men zegt hier dan, aanbid God, zegt de begeleidende engel, want het getuigenis van Jezus Christus is namelijk wat? De geest der profetie. Mijn geliefde, is dit bij ons binnengekomen? We hoeven niet daar buiten te zoeken. Blijf in het woord van God. Hij geeft jou antwoord. Hij maakt je weg wijs. Van hoedanig belang de geest der profetie voor Gods laatste volk is, mijn geliefde. De strijd wordt heftig. Maar we hoeven niet in paniek. Want aan de hand van de tien geboden, aan de hand van de getuigenissen, het helpt mij om te begrijpen dat God laat ons nimmer in de steek.
Mijn liefde. We zullen het moeilijk krijgen. Dat weten we. Jezus heeft niet beloofd dat het van een leien dakje af zal gaan, maar hij heeft ons wel beloofd dat een behouden aankomt. En daar wijst hij ook in Matthäus hoofdstuk 5, vers 11 en 12, daar wijst hij ook erop: zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Om mijn wille, zegt u. In vers 13, jij zegt hij: verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd en die ook toen gedood. Maar u, zegt de Heere Heer, ik zal met u zijn voor de volheiding van de wereld. Als wij even blikken terug in Openbaring 3, dan merken wij, er is een werk om af te sluiten in ons persoonlijk leven. Er zal een strijd zijn, maar niet een strijd dat wij reeds overwonnen zijn. Nee, Christus heeft voor ons de strijd al overwonnen. En dan zegt hij hier, dat is ook weer kenmerken voor de laatste gemeente. Hij zegt hier in Openbaring 3, daarvan vers 21 en 22. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Vijfde liefde. Eén ding vraagt God van ons. Vandaag klopt hij aan de deur van ons hart. Vandaag doet hij de uitnodiging. Laat mij binnenkomen. En wie zal het einddoel bereiken, zegt het hier in vers 22. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Mogen onze hemelse vader zich over wie ontfermen? Door het verzoenend offer van zijn zoon Jezus Christus. En mogen uw harten vervuld worden met zijn eeuwige liefde en kracht, waarvan de Heilige Geest ons helpt om de liefde van God te begrijpen. Waar de Heilige Geest ons bindt met Christus en waardoor ook de Heilige Geest ons bindt met elkaar. Spoedig zal God zijn werk tot afsluiting brengen. Er is sprake van 144.000 in de laatste tijd. Als je hoort aan de kenmerken, ze waren één met Christus. Ze stralen zijn heerlijkheid wederom. En alleen in deze eenheid met God kunnen wij ook één met elkaar zijn. Mogen de Heer ons helpen aan dat hoge doen met hem te mogen bereiken, zodat wij die eenheid vanaf nu mogen verlaten. Niet ik, maar wij met Jezus in ons leven. Amen. Amen.